De helft van het dameskoor zijn matrones. Dat zijn wat oudere dames met chique kleren en een hele grote boezem. Die boezems worden hier beschilderd in iedereen haar eigen individuele kleur en allemaal zo anders mogelijk. Ze moeten ze ook tonen. Ze zitten niet alleen in het kostuum verpakt. Ze moeten het ook openmaken. En dan komen de baby's aan te sabbelen die de requisiteurs weer hebben gemaakt. Iedereen krijgt helemaal zijn eigen maat kleding. Het wordt allemaal nieuw gemaakt. En ook omdat ze zo'n enorme boezem hebben, moeten bij iedereen echt goed gepast en gemeten worden. Hoe dat op elkaar aan gaat sluiten. Dan hoeft ze niet voorovervallen. Het is een soldatenpak, maar die hebben eigenlijk een soort uitwendige robot die hun min of meer bestuurt. Dit is de rug, waar we een hele wervelklom hebben gemaakt met een hydraulisch systeem erin. Wat niet werkt, maar wat wel het idee moet geven dat het werkt. Dit is de helm die bij het pak komt en dan komt er nog een nachtkijker op. En dan op de achterkant komt er nog een cameraatje, wat het besturingssysteem van de robot is. En dan is het pak compleet. Dit is het juweel dat Marguerite krijgt van de duivel en daarmee haar ziel verkoopt. En daar gaat een hele aria over. Ik heb eerst een patroon gemaakt op de vorm van de zangeres. Dit is een pop in haar mate. En dan kan je zien dat al die onderdeeltjes met die nummers, dat zijn de delen van het juweel. En dan wordt het nog in de vorm gebogen, zodat het mooi het lichaam volgt. In het decorbeeld zijn 12 units die elk bestaan uit 3 elementen. En dat is een gevangenis. Daarbinnen hangt een rode transparante zuil. En daarbinnen hangt weer wat wij noemen de stekker. En die 3 elementen die moeten steeds onafhankelijk van elkaar op en neer kunnen. Het zijn eigenlijk 3 elementen die qua maatvoering steeds iets groter worden. Alleen zijn we aan het testen of dat eigenlijk wel goed gaat, die beweging. Of alles goed langs elkaar kan bewegen. In de gevangenis komen mensen te staan. Soms staan in die rode zuilen mensen en zakken die stekkers erin echt om de mensen uit te lichten. Dus ze kunnen allerlei combinaties van die elementen vormen.